Ik ben ondertussen met een nieuwe aflevering van Paarmeren in Zeit. Alleen helaas is mijn sidekick even op vakantie. Dus dan doen we het volgende week weer samen. Nu doe ik het dus alleen. Ik begin even met de competitie. Verrassende uitzagen afgelopen weekend. PSV verloren. Ze stonden eerst ver achter. Ze kwamen terug, maar ze konden net niet gelijk spelen of meer winnen. En Feyenoord in de Kuip 1-1 tegen Fortuna. Dat is natuurlijk ook verrassend, want Feyenoord draaide op eigenlijk wel redelijk. En ook Europees gaat het redelijk. En heb je nog verrassender, AZ verloren bij Excelsior 2-1. Dus eigenlijk is Ajax weer de lachende derde, want die wonnen ruim. Dus Ajax staat nu 4 punten voor op PSV en Feyenoord. En AZ staat ook 4 punten achter of zo. Dus komen Europees... Maar vooral een mooie uitslag was Benfica Juventus 4-3. Ik laat Europees voetbal even over. Ik ga door naar het interlandvoetbal. Want rond november is het natuurlijk het WK. En het wordt toch wel leuk. Ik heb gehoord dat Nederland groepsgenoot is. En bijvoorbeeld Argentinië ook. Dat treffen dus Argentinië in de kwartfinale. En de halve finale kan worden. Wat denk jij, Sanne? Welke landen? Halve finale. Brazilië, Argentinië kan dat worden. Nou ja, en mijn inschatting is dat de beste halve finale, de beste vier ploegen op dit moment zijn Brazilië, Argentinië, Duitsland en Frankrijk. Dus ik hoop dat een van die vier landen het ook wordt. Iets anders, Van Gaal snap ik niet. Ik vind het jammer dat ze niet Van Gaal langer trainer hebben gehouden. Ik vind het gewoon de beste trainer van Nederland. En Nederland heeft een redelijk jonge selectie. Ik had gezegd, laten we lekker ook het EK over 2 jaar nog doen. Want de WK is natuurlijk moeilijker dan een EK. En dan kan je met het team maar opbouwen. En die hebben ze weer Koeman gehaald. Ik vind Koeman niet zo'n goede trainer. Maar goed. Het laatste onderwerp is vrouwenvoetbal. Het grappige is, we hebben dus een WK voetbal nu. Maar volgend jaar heb je ook weer het WK voetbal voor vrouwen. En Nederland zit in een pot met Amerika. En dat is de zwaarste tegenstander die je kunt treffen. Want Amerikaanse vrouwenelftal is denk ik een van de beste ter wereld. Dus en Nederland zit geloof ik bij 2 iets mindere. Maar Nederland moet bij de eerste 2 eindigen in een pool. En dan gaan ze door naar de achtste finales. En dat moet denk ik wel te doen zijn. Baarmeijer Inside. De cameraman van mij is voor Excelsior, hè. En Monique was trainer van Excelsior. Goede trainer vond ik. En die is nu trainer Hongarije. Die is veld afgegaan vanwege discriminatie tegen zwarte spelers. Nou, goed statement toch? Wat vind jij ervan? Een goed statement toch, dat hij het veld is afgegaan? Een rode kaart gekregen. Dus ja. Maar ja, blijf maar door, dat stopt niet. Ik zag iets anders, ik zag ook die rellen. Heb je die meegekregen, Peter? Rally in België. Om weer met vuurwerk en knokken. Het is een zooitje. Nou, daar laat het hier weer bij, want dan kan ik het volgende keer weer wat uitgebreider doen. Dus nou, tot de volgende uitzending. Houdoe. Baarmeijer Inside. Baarmeijer Inside. Baarmeijer Inside.